kijk. Jeetje. Oh joh. Heel tof. Ik vind het wel echt heel gaaf. Dit is Samsung Game Crafters. Gaming is nog steeds razend populair. In Nederland zijn we daar heel erg goed in. En niet alleen in gamen, maar ook in het maken van games. In deze aflevering lopen we mee met 3 van die talenten die ons laten zien hoe zij gaming naar een hoger niveau tillen. De opdracht. Maak Diamantje wel na als playable character. Welkom bij Samsung Game Crafters. Dit zijn de crafters van deze week. Maaike, student game art en animatie. De volgende crafter is Christian en volgt een opleiding tot gameartiest. En we hebben CJ, een 3D-productontwerper bij de TU in Delft. Hier zijn ze! Welkom! Maaike, wat is jouw ervaring met videogaming? Zeker ook nu dat ik mijn opleiding doe in game art animatie, ben ik heel erg geïntroduceerd in de gamewereld. Christian, jij hebt vast ook ervaring die jou een betere crafter maakt. Ja, ik op dit moment zelfs studeer ik game art. Ik maak daar dus maar games. CJ, in welke game heb jij de meeste uren zitten op dit moment? Totaal aantal uren denk ik wel GTA 5. Jullie krijgen straks een opdracht, maar wij gaan jullie die opdracht niet geven. Dat gaat onze special guest doen. Diamantje wel! Woehoe! Diamantje wel is een groot streamer als het om gamen gaat. Holy shit! Ze is een gamer in hart en nieren. Here you go! Oh, ik denk dat jullie allemaal wel bekend zijn met de game Fortnite. En nu krijgen jullie vandaag de uitdaging om mij na te maken in Fortnite. En niet alleen mij als persoon, maar jullie moeten ook een emote, dus bijvoorbeeld een virtual dansje, toevoegen. Nou, dan gaan we beginnen. De crafters beginnen met schetsen op een tablet voor hun eerste ideeën. Dit was helemaal mijn opdracht. Zeker ook omdat ik character design heel erg leuk vind. Wel een beetje uitdagend ook, want ik dacht al van oké, hoe gaan we dit in elkaar zetten? Wat is jouw plan van aanpak? Nou, ik ben van plan om eerst onderzoek te gaan doen. En natuurlijk ook onderzoek doen wat jij het leukst vindt om te doen. En ja, wat ook het beste bij je past. Oh, hey. Er staat wel aardig wat op de tablet. Ja, klopt. Maar wat is jouw plan van aanpak? Ik denk dat het beste is dat ik met foto's een soort 3D-scan ga maken. Die ga ik dan omtoveren tot een metahuman. En daar heb ik in ieder geval het lichaam zeg maar, om mee te beginnen. Succes! Ja, dankjewel. Ja, ik neem even een andere aanpak. Ik heb thuis een motion capture suit. Oké. Dat houdt in dat je dus in plaats van met de hand animeert, dat je het gewoon echt uit kan beelden in het echt. En dat kan je dan omzetten naar dan op jou, bijvoorbeeld dan voor de emote. Oké. Okay. Is natuurlijk superleuk om te gebruiken. Maar jullie moeten straks natuurlijk ook aan de slag met de emote. En daarvoor krijgen jullie nu de mogelijkheid om een 3D-scan te maken met je telefoon. En voor de emote zijn haarscherpe beelden nodig. Dat gaat natuurlijk goed komen met de S23 Ultra. En kunnen ze thuis met de emote aan de slag. Crafters, het moment is daar. Jullie hebben een week de tijd. Heel veel succes. Tot volgende week. Na het schetsen is het tijd om thuis verder te gaan aan de opdracht. En Christian doet het geheel in stijl in pak. Dit is dus een motion capture set. Het trackt mijn bewegingen. Maaike, ik bel jou eventjes om te weten hoe het met jou gaat. Met de opdracht gaat het goed. Ik heb best wel veel challenges gehad tijdens het proces. Er waren ook best wel wat dingetjes fout gegaan. Ik moest veel dingen corrigeren. Hey Christian, onze Mr. Emote. Vertel, hoe gaat jouw opdracht? Het gaat goed. Ik loop nu wel redelijk op schema. Een klein beetje achter, dat is een klein beetje jammer. Maar het moest allemaal goed komen. CJ, alles goed? Ja, het gaat best wel goed. Ik heb de skin compleet af. Van de 3D-scan die we hebben gemaakt, het hoofd te gaan modelleren. En dat dan op een al voorgemaakt lichaam te zetten. En dan daaromheen zeg maar, een nieuwe outfit op te bouwen. Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. Ik zie je in de studio. De week is voorbij en het is tijd voor het resultaat. Hey, hoe is de challenge gegaan? Hele goed. Een paar tegenslagen, maar dat hoort ook al bij. Hey guys. Hey CJ. Oh, hey man. Kijk, daar zijn ze weer. Hey. Hi. 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 Welkom terug. Dankjewel. Vorige week hebben jullie natuurlijk een opdracht gemaakt van Diamantje wel. Dan gaan we als eerste kijken naar jouw werk, Maaike. Laat het maar even zien. Ik kan beginnen met het nemen van een buggy. En dan gaan we een klein toertje doen de berg op. Wat leuk. En dan komen we aan bij een videoset. Oké. Wel heel toepasselijk ook inderdaad. Ik vind het wel echt heel gaaf. Je hebt het heel leuk tot stand gebracht, zeker. Van Maaike vond ik heel tof. Ja, wel heel slim gedaan. Christian, dan gaan we nu kijken naar wat jij hebt gemaakt. Ik ben bezig geweest met vooral de kamer ook na te maken. Dus hier zijn een aantal dingetjes, een setup. Dus de streamer lights, om het zo maar even te zeggen. Oh. We hebben de stoel, hoort er natuurlijk bij, de gaming chair.
En zo heb ik een beetje de kamer nalopen gemaakt. En het idee was eigenlijk dat Diamantje wel vast zat, om zo maar te zeggen. Oh. Dat natuurlijk daarom ook dat de kamer leeg is, geen character, omdat ze dus vast zit. Ik heb dus een mocap suit. Dus dat is maar een pak met allemaal sensoren. En dan heb ik in mijn kamer dus tegen mijn muur aan staan bonken. Maar dat is iets heel cools, toch? Een mocap suit. Dat is wel echt vet, ja. Echt cool gedaan, hoor. Echt hoe je die kamer hebt nagemaakt. Het is echt nice ook dat die stoel zo draait. Echt heel tof. Dankjewel. Ja. Ja, CJ. Yes. Gaan we nou nog even kijken wat jij hebt gemaakt. Oh, kijk dan. Het is 1-op-1, hè? Ja. Wat leuk. Ja, nou, hier zien jullie eigenlijk de emote in actie. Ik zie er ook stoer uit. En dan ook toch nog een beetje roze, toch wat meisjes inderdaad. In combinatie met stoel. Ik vind het heel vet. Leuk. Ja. Wat mijn medekandidaten hebben laten zien en creativiteit vind ik echt geweldig om te zien. Diamantje wil. Ben je blij met de resultaten? Ja, uiteindelijk zijn ze alle drie echt gewoon super gaaf geworden. Zit je nou thuis te kijken en denk je, ik wil ook dingen maken. Ik wil ook een eigen emote. Dat kan. Ik heb namelijk voor Samsung de Kickstart Classes gemaakt. Die kan je vinden met de link in de beschrijving van deze video. En dan neem ik je stap voor stap mee in het proces. Dankjewel voor het kijken.